Hallo Vreubelaars, ik ben Sjane van Vreubelgarage. Het heeft even geduurd, maar we hebben nu weer een online tutorial van het maken van een mini scrapbook album. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van papier van Stamperia Sweetie. Dit album dat is een kopie van mijn ontworpen album Alice van anderhalf jaar terug. Het was deze. Maar daar had ik toen geen tutorial van gemaakt. Maar dit album, dit is echt over de hele wereld is hij bekeken. En ik kreeg vaak ook via een pb'tje van, joh, heb jij daar een tutorial van? Nou, dat had ik dus niet. Want toen had ik nog niet het idee dat ik tutorials zou geven. Dus ik heb het boek van Alice heb ik dan als voorbeeld genomen. En uiteraard, omdat dit boek een stuk kleiner is, heb ik daar het een en ander aan veranderd. Want Alice is 26,5 centimeter bij 20,5 centimeter. Met een rug van 8 centimeter. En dat moest ik vertalen naar een album van 22 bij 15,5 centimeter. Met een rug van 7,5 centimeter. En ik heb daarbij ander papier gebruikt. Ik heb Sweetie gebruikt. Als je nog Alice hebt liggen, kun je dat natuurlijk ook gebruiken. Ik heb voor dit album onder andere twee van deze blokjes gebruikt. Dat is wat kleiner papier. Dat hebben ze nu van Stamperia. 20,3 bij 20,3. Uiteraard heb ik nog veel bijpapier gebruikt. Ik heb nog niet het goede woord voor dat bijpapier. Maar dat boodschappenlijstje, die kun je vinden onder deel 1 van de tutorial, die uit 6 delen bestaat. Ik heb geprobeerd om inderdaad de video's wat korter te maken, is niet altijd gelukt. Laten we gewoon gaan kijken wat het geworden is. En het boodschappenlijstje, die krijg je later. Oké, dit is de voorkant. Nou, bij de voorkant heb ik hetzelfde gedaan. Ik heb hier een blister gebruikt. Zo noemen ze dat, een schut gebeuren te maken hier. Ja, heb je geen blister, kun je dat ook op je eigen manier oplossen. En bijvoorbeeld daar alleen plakplastic of wat dan ook voor gebruiken of gewoon plastic. Oké, dit is de voorkant. Aan de zijkant heb ik een hangertje. En dat krijg je ook al in het tutorial te zien. En de achterzijde is verder alleen gewerkt met een lintje. Oké, ik heb de album gesloten met een lint. En ik ben vooral gecharmeerd van het elastische lint. En daarvan heb je de maten staan ook daarvan op het boodschappenlijstje. Omdat, ja, je kunt eigenlijk nooit te klein afknippen. Want dan heb je strik en rekbaar, heerlijk. Oké, dit is pagina 1. Pagina 1 is een gewone, normale pocket. Met een randje. Nou, je kunt hier tekst in doen. Ik heb hier boekjes. Eigenlijk is dit de eerste pagina. Dit is de voorkant. Dat zijn twee enveloppen. En die gaat zo open en zo open. En het zijn twee enveloppen die ik geplakt heb. Ik heb hier wat losse onderdelen in gedaan. Je kunt daar briefjes in doen of wat dan maar ook. En dan gaat die zo en zo. Ik zal deze even laten zien. Deze heeft een punt waar je iets onder kunt douwen. En dat heb ik gedaan door alleen de helft te lijmen. En dan kun je daar foto's of wat dan ook doen. Nou, hierboven zie je een grote pocket met daarin weer een boekje. Ik had er zoveel in de paperpad zit zoveel van die uitknipdingen. En ik denk van ja, dus ik heb niet eens meer tags of wat dan ook kunnen maken, omdat het gewoon veel te vol wordt. Oké, als je dit zo ziet, vaak is de vraag van ja, ik wil hem gebruiken als fotoalbum. Uiteraard is hij daar ook eigenlijk voor gemaakt. Maar hoe doe ik dat? Want dit is een heel druk plaatje. Nou, dat doe je dan zo. Als ik dan hier een foto heb. Als je deze gaat matten, noemen ze dat. Dus met nu dan toevallig met zwart. Doe ik het papiertje op.
dan kan dit makkelijk. Hoe druk je papier ook is, als je maar eerst mat met een eenkleurig papiertje en daarna doe je daar de foto op, dan is het helemaal niet storend. Dus of dat nou horizontaal is of verticaal, dat maakt eigenlijk niks uit. Oké. Dit uiteraard sluiting met magneetjes. Ik heb hier tussen alle vellen heb ik hier fotobladen gemaakt. Ik zoek nog een stempel met foto. Weet ik niet waar die kan vinden, maar ik blijf zoekende. En die heb ik met een hoekpons heb ik die afgewerkt. Deze ronde hoekpons heb ik hier trouwens nog niet in Nederland gezien. Deze heb ik zelf ergens anders vandaan. Maar wel de rechte. Dus mochten jullie hem willen, zullen jullie toch moeten zoeken. Oké, deze gaat even in de kant. We gaan naar de volgende pagina. Die gaat zo open. En ik heb hier een pocket. En die gaat zo open. Hier ook een pocket. Maar het geheel kun je ook helemaal wegklappen. Nou, de beroemde deuren. Dit zijn berenoogjes. Die heb ik een stuk van afgehaald. En daarna met een lijmpistool heb ik hem vastgemaakt. Hier bovenop heb ik twee van die mapjes. En dan gaan de deuren open. En dan heb je weer die zee van ruimte. Ook weer hartstikke druk. Wil je een foto plakken? Kan dat als je maar mat. Hier op de flap ook. Hier weer plek om iets onder te schuiven. Hier tussen weer de fotomat. Deze pagina. Er zijn strikjes. Met allebei tegelijk doen. Dat lukt. Dit. En dit. Maar je kunt ook dit. Oh ja, dit is ook een dingetje. Mensen die mij kennen, die weten dat ik niet van patchwork hou. Ik heb daar gewoon geen geduld voor. Maar ik moest wel, want ik had geen papier meer. Dus ik moest kleine stukjes gaan werken. En dit was het laatste wat bedekt moest worden. Maar dit bestaat uit. Je ziet het, die kant op. Die kant op. Hier hetzelfde verhaal. Wil je er een foto op plakken? Dat kan. De foto is wel erg groot. Maar als je de foto dan kleiner hebt en je mat hem, dan kan dat makkelijk. Oké. Strikken. Dat is nog steeds een dingetje. Dan gaan we naar de patisserie. De waterval. De waterval overdwars. Hier heb ik met magneetjes vastgemaakt. Want dan krijg je dit. Dus je krijgt aparte vellen. En je ziet hij de koekjes die lopen door. Waardoor je echt... dat kun je in principe met allerlei soorten plaatjes kun je dit doen. Dit zijn drie pockets. Nou, dan haal ik er deze uit. Ik haal dit er even uit. Want deze haalde ik hier uit. Deze is weer iets groter. En deze is het grootst. Dus het is een pocket die helemaal doorloopt naar beneden. Hier kun je foto's op plakken of wat dan maar ook. En die daarna er weer inschuiven. Pockets en ik heb zeg maar een randje gemaakt met een randpons daarop. Oké. Nou, deze kunnen er ook nog in. Deze gaat zo, flap gaat omhoog. Heb zie je hier drie. Dit is een boekje. Ik had tot dit stuk over. Ik denk, wat moet ik ermee? Ik maak er een boekje van. Het zijn ook boekjes. Het papier, dat krijg je erbij. Twee flapjes waar je dan zeg maar ook het een en ander kan plakken. Even de tekst er weer in doen. Tevens is het goed, natuurlijk goed als sluiting voor de flapjes. En toch is dit met een magneetsluiting weer. Dan gaat hij hier naartoe.
waterval. Ik moet wel zeggen dat ik volgens mij wel een kilo aangekomen ben met het maken van deze album. Met al die zoetigheid erop. Alleen van het kijken al. Oké, dit is een venster. Daar kun je een tag in doen. Of dit is een tag en daar kun je een foto op plakken. En dan erin schuiven. Ik heb er nou een stuk taart in. Oké, dit is een... wat is het? Het is niet een album. Dit is vastgemaakt met een boekschroef. En dit wordt vaak gebruikt als kleurenwaaier. Maar ik heb dan het zo gedaan dat die papiertjes, die kun je dan... Kijk, je kunt hier foto's op plakken. En dat zo hierin doen. Oké, dat is de, zeg maar het album van Alice. Oké. Nou, ik heb geprobeerd om goed uit te leggen hoe deze album gemaakt moet worden tijdens de tutorial. Uiteraard heeft achterliggende periode met corona, hittegolf, allerlei andere dingen die in de wereld spelen, ook invloed op mijn gestel gehad en nog steeds. Dus misschien is de tutorial anders dan de andere keren. Maar ik heb mijn best gedaan. Maar als je toch iets niet snapt of niet begrijpt dat is hetzelfde. Mag je natuurlijk altijd via onze Facebook groep Vreubelgarage je vragen stellen. Het zijn dus 6 delen geworden, omdat het zwaar is om de video's te uploaden op YouTube. En hoe korter ze zijn, hoe makkelijker het is. Dus sommige video's die duren een uur. En sommige, die had ik ook gezien, duren maar 20 minuten. En voor de rest wens ik jullie veel plezier met het maken van deze album. Dit kan ook een beginner. Ik heb het zo uitgelegd dat ook een beginner, dus die nog nooit een album heeft gemaakt, dit album kan maken. Want dat is altijd mijn eigen uitgangspunt. Al mijn albums, of de albums van de Vreubelgarage, kunnen ook door een beginner gemaakt worden. Het kan zijn dat je niet alle basismaterialen hebt van iemand die al heel vaak albums heeft gemaakt. Maar je kunt hem in principe maken en ook met het papier wat je zelf wilt of wat je zelf hebt. En je hoeft niet dit papier te kopen. Je mag ander papier gebruiken. Het gaat erom dat je bezig bent. En het album wordt sowieso super omdat hij heel persoonlijk is en hij is met de hand gemaakt. En als je een album gemaakt hebt, als je het allemaal gemaakt hebt, zou je hem dan willen posten op onze groep, de Vreubelgarage. Geeft mij ook weer inspiratie en en de meiden. En voor het ontwerpen voor de volgende album. Oké, doei! Oh, trouwens, de films komen zo snel mogelijk. Die zijn al klaar, de video's. Ik moet ze alleen nog uploaden. Doei!